Dat klopt, voor een groot deel is de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is mede verantwoordelijk om de studenten een plek te geven om te wonen. De universiteit moet kritisch kijken naar haar groei. En tegelijkertijd moet de gemeente vanzelfsprekend meedenken in de mogelijkheden voor studentenhuisvesting. De universiteit heeft ook grond in bezit. Dus op dat gebied zou de universiteit ook ruimte vrij kunnen maken om studentenhuisvesting te vestigen. Als GroenLinks denken we echt dat hoogbouw een belangrijk onderdeel is van de oplossing voor het studentenwoningentekort. Dat komt omdat je dan zoveel mogelijk binnen de stad studentenwoningen kunt realiseren en eigenlijk niet de natuur om de stad heen hoeft kapot te maken daarvoor. Als het gaat om studentenwoningen, is dit hoogbouw, dit zijn enkele lagen. Niet alle plekken zijn geschikt voor hoogbouw als er überhaupt plekken geschikt zijn voor hoogbouw. Maar niet midden in het centrum, dat zou het historisch karakter van Wageningen aantasten. Niet per se van hoogbouw wordt die sfeer weggenomen. Het is ook niet zo dat het hier Shanghai wordt. Gezinswoningen mogen worden omgetoverd tot studentenhuisvesting inderdaad. We lossen het probleem niet op als we gezinswoningen omtoveren in studentenwoningen. En op het moment dat mensen zomaar woningen op gaan kopen en dat om gaan bouwen tot studentenhuizen, komt er geen balans meer in de verschillende wijken waar mensen wonen. Omdat ook op die manier je eigenlijk tegemoet kan komen aan het studentenwoningentekort. En je eigenlijk alle opties moet gebruiken om zoveel mogelijk studentenwoningen te kunnen realiseren. Er is namelijk ook een groot tekort aan gezinswoningen, starterswoningen. Als je als student afgestudeerd bent, dan wil je in Wageningen ook graag een plekje vinden. Dus dit zou het probleem verplaatsen.